Ek is de gouden ouwe Leopard 1 verbeterd. Ja, ze dachten al dat die afgetankt waren. Gelukkig hebben die Belgen een meneer, een zakenman, die dus een stuk 400 heb gekocht toen, of meer of minder. En nog tanks uit Oostenrijk, lichte tanks, maar ook met hetzelfde kaliber 105 mm. Ik zou zeggen, geweldig. Ja, onderhand meer dan 50 jaar oud. Moet je eens kijken. Ziet eruit of die net uit de fabriek komt. Ja, wat een geweldenaar. Echt geweldig. Ja. Kijk eens even. Ja. Is dat niet super, hè? Ja. 850 paardenkrachten, 105 mm, een Kovacs 762 en dekmitrailleur, zeg maar voor tegen doelen op de grond en in de lucht, ook 7,62 MBC beschermd. En is dat niet geweldig? En dan staat er verderop nog een mafkees weer te schreeuwen. Mafketel, hoor je dat? Dan hé jongens, de geweldenaar, de Leopard 1 verbeterd, met extra bepansering erop. Kijk eens even, dat is een Leopard 1 V. Kijk, extra pansermantel. Rookgranaten, opbergkisten. Kijk, dat is om de rustband te beschermen tegen obstakels. Die platen. Kijk eens, een kabel om weg te trekken als die vast zit. Ik weet niet of dat deze heb, maar Amerikaanse tanks hadden in de jaren 60 en 70 een telefoon. Dan kon je dat open, kon je met de tankcommandant spreken. Voor dat direct vuur, vuursteun. Mm. 105 mm.